Vandaag maak ik een cavia filmpje en dit zijn mijn twee cavia's. Dit is Wieti en dat is Wietje. Ik hou heel erg van mijn cavia's en wat ik vandaag allemaal ga vertellen is wat dat ze het liefste eten en wat het heel goed is voor hun. Ze bewegen altijd ook wel een beetje. Ik begin met het knaagsel. Dit is een knagelblokje. En zoals je ziet hebben ze daar al heel veel aan geknaagd. En ze vinden dat ook heel leuk om te doen. Mm-hmm. Dus dit. En dan het verzorgingsthema, zeg maar. Dit is het kammetje om hun haartjes uit te kammen. Dit vinden ze heel pijnlijk. Maar je moet het wel doen bij cavia's. En dan hier om hun nageltjes te knippen. Dat is een klein mini-schaartje. Ik vind het zelf ook heel schattig. Dan gaan we door naar de ondergrond voor het hok. En dat is dit. En het ruikt naar appeltjes, die van ons. En dat vinden we ook altijd heel lekker ruiken. Dus dit. En dan hun klein hokje. Daar verstoppen ze zijn hun heel vaak aan in. En hier hebben ze ook al heel veel aan geknaagd. Maar dat maakt niks uit, want het is hout. Dus. En dan hebben we hier stro. En dit vinden ze ook heel lekker. Want elke keer als ik weer de cavia's eten kom geven, dan moet ik altijd weer stro bij doen. Dus dit. En dan het laatste. Hun snoepjes, zeg maar. En dit vinden ze ook heel lekker. Omdat als ik ze in de ochtend altijd weer eten kom geven, dan zijn de brokjes altijd allemaal op. En hier krijg je nog een paar beelden van Wieti en Wietje. En ik zal Wieti eens oppakken. Dit is Wieti. Ik vind hem heel leuk. Maar Wietje die vind ik niet zo leuk, omdat Wietje die krabt mij altijd heel vaak. En dat doet wel een beetje pijn. Maar Wieti die vind ik heel leuk. En daarmee heb ik zelfs ook lentefoto's en kerstfoto's mee. Cavia's die piepen ook heel vaak. Dus ja. En misschien vind je het een beetje raar dat Wietje rode oogjes heeft. Maar dat komt omdat sommige cavia's die kunnen ook rode oogjes hebben. En dat heeft Wietje. En ik vind het ook heel leuk dat Wietje zo altijd zo Wietje volgt. En ik vind het ook heel schattig dat ze altijd aan elkaar praten. En soms dan zijn ze zo binnen en dan zo piepen ze. En dan, dan vind ik het heel schattig om daar te zoeken met elkaar zo. Dat vind ik heel schattig. Oké. Dus dit was de video. En dag! Dag! Dag Wieti, dag Wietje.